crisis aan zat te komen. Dus normaal gesproken. Bij de crisis bedoel je dus niet op de hoogte van het feit dat het zo slecht ging met die dammen? Want je bent natuurlijk niet. Nee, het is normaal. Ik heb namelijk veel bericht gekregen van is er geen communicatie geweest in Libië dat er een orkaan aankwam. Dat is de vraag die zeg maar vaak. Dus de meteorologische informatie ontbrak echt. Ja, het is niet dat hij ontbrak, het is dat hij niet is goed is gecommuniceerd. Alleen de schade is niet door de, naar de mensen daar. Zeg maar. Dus mensen in Debne die zaten daar gewoon in hun huizen. En die wisten niet. Dat weet ik niet. Ik neem aan dat er mensen binnen de overheid zijn die natuurlijk op de hoogte zijn. Want het volgende nieuws is in Griekenland en die zien, hé, er komt een orkaan deze kant op. Alleen, ik denk dat men het heeft onderschat, omdat we het zagen als een storm die onze kant op kwam. Maar die twee dammen die doorbraken. Dat is eigenlijk wat alles in één keer de stroomversnelling van Zero to 100 heeft laten gaan. Laten we even kijken. De oorzaak, een zeer zeldzame soort storm, de Maddie Kane, een orkaan boven de Middellandse Zee. Die zich dagenlang ontwikkelt met windsnelheden van 117 km per uur of meer. En dat zorgt dan voor enorme hoeveelheden regen. Er viel in zeer korte tijd wat hier in Nederland in de gehele herfstperiode valt. En er was dus geen redden meer aan. De stad Derna vormde het zwaartepunt van het rampgebied in Libië. Zo'n 80.000 mensen woonden er.